Dit is Sargassum, zeewier. Het komt voor in tropische en warmere zeeën en daar is het een broedkamer voor jonge visjes en schildpadden. Maar er is een sargassumprobleem. Er komt steeds meer en dat groeit uit tot gigantische drijvende plakken op de oceaan. Daarin raakt plastic en ander afval verstrikt. Dat spoelt vervolgens weer aan bij de kusten van tropische eilanden, zoals hier op Bonaire. En daar zitten ze er niet op te wachten. The smell is incredible. Ik krijg gewoon letterlijk een rotte vis, zeg maar, continu overal. Wageningse wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het sargassumprobleem op de Nederlandse Antillen. Het is niet alleen maar op het strand dat die aanspoelt, maar die komt ook in de natuur, hè, van die gebieden. En die geeft negatieve effecten voor het toerisme, maar ook voor de natuur in die gebieden. Dus dat moeten we voorkomen. In de laboratoria is gekeken uit wat voor stofjes het sargassum is samengesteld en wat je ermee zou kunnen maken. En een van die bijvoorbeeld is om biogas van te maken. Dus je kan sargassum biomassa oogsten, dan kan je vergassen door middel van vergisting. En daar kan je biogas en daarmee elektriciteit maken in de eiland. Een ander idee is om kunstmest van sargassum te maken. En in de Wageningse labs is al eerder biobrandstof van zeewier gemaakt. Daarop kan een auto nu al rijden. Op dit moment is het nog niet rendabel en er is meer onderzoek nodig. Maar er zit zeker potentie in zeewier. De wetenschappers hebben ook gekeken hoe sargassum het best geoogst kan worden. Dat gebeurt nu nog vaak met trekkers op het strand. Maar dat verstoort het kustleven, zoals bijvoorbeeld schildpaddennesten. Wij denken dat het beste is om te voorkomen dat het sargassum aan de kust komt. Dus om het echt te oogsten voordat die landt op de strand. Er zijn nu al veel ideeën om dit probleem om te draaien naar een oplossing. Maar volgens de wetenschappers is er nu eerst vooral nog meer onderzoek nodig. Omdat de samenstelling van sargassum wisselt. Hè, met het seizoen, met de temperatuur van het water, met de lichtcondities. Dus we moeten echt nog goed uitzoeken welke de toepassingen zijn die het meest duurzaam zijn.